De winterpauze van Lisa was van erg korte duur. Begin januari moesten we even afscheid nemen van de telenovelle. Maar sinds maandag 21 februari kunnen we weer genieten van onze dagelijkse portie Lisa. En daar weet onze showbizwatcher Chloe natuurlijk alles over. Dat derde seizoen, hoe is dat begonnen, Chloe? Ja, daarin begonnen we waar we in januari gebleven waren, met Jonas en Lisa die elkaar eindelijk vinden en een relatie krijgen. Jonas vraagt Lisa ook meteen ten huwelijk, maar heeft nog geen ring. En van de ene ring naar de andere, Jonas heeft er nog geen, maar er is wel een andere ring opgedoken, die van Gert. De politie gaat langs bij Doreen met beelden waarin Gert in elkaar geslagen wordt. Het ziet er niet goed uit. Ze gaan er dan ook vanuit dat Gert dood is. Maar Gert zou Gert niet zijn als er geen plotwending zit aan te komen. Denk je dat hij nog terugkeert? Ja, ik denk dat ik denk niet dat we al van hem af zijn. Hoe we dat denken te weten, sociale media. In december deelde Bert Verbeke, die Gert speelt, foto's van op de set van Lisa naast Tine Oltmans. Begin en einde van draaidag 249 schreef hij erbij. Eind januari poseert hij dan weer naast zijn broer Jonas, gespeeld door Oscar Willems. En aangezien hij nog op de set staat of heeft gestaan, mogen we een terugkeer dus wel verwachten. Wanneer die er komt, dat is natuurlijk nog onduidelijk. En is iedereen, behalve Gert, terug in het nieuwe seizoen? Ja, alle hoofdrollen zijn weer van de partij. Zelfs Elke en Remco keren even terug uit Londen. We krijgen ook een nieuw gezicht te zien, Olivia, gespeeld door radiostem Anoushka Melkonian. Zij is een geest uit het verleden van Jonas en zou het liefdesgeluk van Lisa en Jonas wel eens in de weg kunnen staan. Een terugkeer van Mikkel, gespeeld door Issan Dakka, sluiten we dit seizoen ook niet uit. En we zitten nu in het derde seizoen. Komt er ook nog een vierde? In Duitsland kreeg Anna und die Liebe, waarop Lisa gebaseerd is, 4 seizoenen. Of er ook een 4e seizoen van Lisa komt, dat is nog niet duidelijk. VTM zendt Lisa tot aan de zomer uit. Of de serie dan eindigt of daarna nog een vervolg krijgt, moet VTM nog laten weten. Dat zegt Lisa-producer Johan Smit-Rijns in het laatste nieuws. Veel zal natuurlijk afhangen van de kijkcijfers. Die waren vorig seizoen erg goed. Of die zo blijven, moeten we afwachten. Bedankt, Chloe. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van Lisa.